Hallo iedereen, welkom bij Mel's Wonderland. Ik ben Mel Hartman en vandaag is het terug een boekreview. En het boek dat ik vandaag ga behandelen is En ik herinner me Titus Broederland van Auke Hulst, uitgegeven door Ambo Antos. Ik heb al eerder een boek van Auke Hulst gelezen, namelijk Slaap zacht, Johnny Idaho. En dat vond ik al een fantastisch, geweldig, origineel, prachtig boek. Dus ik wilde zeker het volgende boek van hem lezen. En weer al heeft Auke Hulst me enorm aangenaam verrast. Een beetje, ik weet niet of het typisch is aan Auke Hulst, want ik heb er nog maar twee gelezen. Maar allebei de boeken spelen zich af eigenlijk in een wereld die enorm lijkt op de onze, maar het ook weer helemaal niet is. Dus het is een beetje fantasy, maar ook helemaal niet. Moeilijk uit te leggen. Hij heeft eigenlijk dus zijn eigen genre van boeken en verhalen, vind ik, uitgevonden. Dit is compleet natuurlijk iets anders dan zijn vorig boek. Het gaat over twee broers, tweelingbroers. En waar zij leven dus in die wereld, worden tweelingen gezien als duivelsgebroed. Dat is eng, dat kan niet, dat is onnatuurlijk. Normaal worden ze bij de geboorte vermoord, maar de vader van Titus en zijn broer, die kreeg het niet over zijn hart en die leeft nu dus redelijk afgezonderd met hen op een boerderij. De tweeling groeit samen op, geïsoleerd dus, en spelen vooral in het bos en met elkaar. Ze ontwikkelen ook hun eigen taaltje en zo meer en zo meer. Maar op een gegeven moment door vele, hij noemt het niet olieboringen, de schrijver, maar daar doelt hij wel op. Ontstaat er een gat in de grond en dat gat dat wordt altijd maar groter en groter en groter, het zinkgat noemen ze het, tot het zelfs hun boerderij, hun huis opslorpt, het later ook het dorp en tot het zich uitbreidt zeg maar naar de rest van de wereld. De twee broers die vluchten dus, die gaan op stap, de vader is intussen gestorven, om het zinkgat voor te blijven. En je volgt ze dus in feite op hun avonturen als soort van zwervers, eigenlijk gitaarmannen, want ze hebben een gitaar bij zich en spelen ook af en toe later. Ten eerste even over het woordgebruik van Auke Hulst. Nou, dat is prachtig, fantastisch, echt ongelooflijk mooi. Ik zou een voorbeeld kunnen zeggen, bijvoorbeeld van die dagen werd ik soms overvallen door een gevoel dat mijn luchtwegen en mijn poriën wijd openzetten. Dan vergat ik de mensen, het verleden en de toekomst en ademde ik de vrijheid van het trekken. Hij schrijft heel erg mooi en lyrisch. Ik heb hier een klein zaagje die erbij wil komen. Maar niet dat het zo op de gegeven moment dat het zo over de top is en dat je denkt van Niet dat het de vlotheid en de soepelheid van het lezen verstoort. Maar hij heeft zinnen waarvan ik denk van wauw, hoe komt hij daarop? Zo mooi omschreven. Lyrisch zijn toch heel erg duidelijk. Ook weer de personages in dit boek zijn ook weer heel erg uitgediept. Hulst kan echt wel karakters naar voren brengen. De rauw en scherp en diep en in die zin dat je echt met ze meeleeft, met die twee broers. Het is vooral die twee broers. Het is eigenlijk in de ik-vorm geschreven. En die ene broer vertelt dus voornamelijk wat ze meemaken. Dus Titus, zijn broer en hij. Maar het gaat over meer dan de avonturen die ze beleven. Het gaat over de broederliefde die ze voelen voor elkaar. Hoe dat soms heel erg mooi kan zijn, maar soms ook heel erg in de weg zit van hun eigen evoluties, van hun eigen groeien. Het klinkt misschien allemaal een beetje zwaarwichtig wat ik nu noem, maar dat is het niet en wel. dualistisch match. Maar hoe dan ook, dit boek heeft me weer enorm geïntrigeerd, van begin tot het einde. Auke Hulst kan ontzettend goed schrijven, ook ontzettend goed vertellen. Een heel mooi verhaal, dus ik zou zeggen lezen. Zeker doen. Oké, dat was het. En nu naar de boekhandel dus, of de bibliotheek. En tot de volgende review. Bedankt voor het kijken. Graag abonneren. Commentaar vind ik altijd heel leuk. Of thumbs up. En misschien tot de volgende keer dan. Dag.